Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes. Ik denk dat ik inderdaad ga proberen om een korte serie met centamateur onderwerpen te maken. Mogelijk eerst in het Nederlands. Misschien doe ik er ook een aantal in het Engels. Omdat ik dat ook nog een beetje wil oefenen. Ik doe dat gewoon voor de vuist. Ik ga dat niet scripten. Want dan komt er weer niks van terecht. Dat is veel werk. En ik spreek het gewoon voor de vuist weg in. Ik zal het over mijn eigen historie vertellen en ook over hoe mijn belangstelling zo gekomen is voor alle dingen, welke dingen ik daarbij verkend heb. En ik ga dat mooi niet in chronologische volgorde doen. Ik heb er wel eens eerder over gesproken. En ik pak gewoon wat dingen, wat krenten uit de pap. Ik denk dat het eind jaren 70 was dat ik een aantal, ja, ik had 76 had ik volgens mij het Amerikaanse handboek al. Het ERRL handboek, dat was toen heel dik. En in 78 had ik het ook over 79. Toen was het een heel veel dunnere versie. Maar ja, daar las ik wat over Moonbounce. Dat vond ik machtig interessant. Tegenwoordig is dat heel makkelijk in Moonbounce met de WSJT-modus die daarvoor zijn. Ik weet niet of dat bekend is, maar de Joe Taylor-modus die zijn eigenlijk begonnen. Doordat Joe Taylor een mode wilde bedenken waarmee je op 50 MHz kon moonbouncen. Dat is wel een beetje een lage band daarvoor. De eerste experimenten daarvoor begonnen geloof ik op 21 en op 29 MHz. Maar dan heb je gewoon heel grote antennes nodig. En bij Moonbounce reflecteer je dus je signaal tegen de maan. En dat komt dan terug. Een vertraging van het hele traject is dan 2 seconden. Bij de Apollo was het 1 seconde omdat die Apollo-astronauten bij de maan zaten. Maar het signaal moet hierheen en terug. Dus het is 2 seconden. En uit mijn hoofd is geloof ik 600.000 kilometer naar de maan toe. Dat geeft een trajectdemping. Ook weer uit mijn hoofd van, ik dacht 273 dB. Het is lang geleden dat ik die waarde gezien heb. Maar het zit wel in die buurt. En bedenk dat een gewone ontvanger een gevoeligheid heeft van, even kijken, rond de 100, als je goede hebt, 130 dB. Maar meestal zo 122, 125 dB minus. Ja, in ieder geval. Dus het is nog 2 keer zo diep in de ruis. Dus, en dan moet je over, dat kun je, zo'n traject kun je alleen maar overwinnen door voldoende zendvermogen te maken. En een ontvanger te hebben die voldoende gevoelig is. En bij Moonbounce spreek je dan over ruis. De ontvanger moet een ruisgetal hebben. Ik spring nu een beetje, als je het hoort kraken, dat is mijn stoel. Maar ik spring een beetje van de hak op de tak. Maar misschien is dat ook wel goed. Het ruisgetal, dat betekent dat de eigen ruisbijdrage is van de eerste trap. En als je ontvanger goed is opgezet, dan hoor je altijd de ruis van de eerste trap. En het signaal uit de antenne moet dat dan overwinnen. En als je een goede installatie hebt, dan neemt de ruis toe als je je antenne aansluit. Ook zonder dat er storing is. Dan weet je dat de ruis die erbij komt, dat dus de ruis is die van de band afkomstig is. Maar bij Moonbounce, in die tijd dat ik daar kennis mee maakte, moest je dus echt alles op alles zetten. En op 23 centimeter was dat wat makkelijker dan laag, omdat je daar antennes met heel veel versterking kunt maken. Het stoorniveau is ook laag. Maar de trajectdemping is alweer hoger. Die 273 dB die geldt voor 2 meter. En het is op 23 9 keer zo hoog. Het is niet 9 keer zoveel dB's, maar maar bijna 10 dB meer. Als je met dB's kunt rekenen, dan weet je dat. Maar goed, in ieder geval, aan de ene kant moest je dus een zeer gevoelig ontvanger hebben. Een antenne met heel veel versterking, omdat die zowel aan de zend- als aan de ontvangstkant goed meehelpt.
En daarnaast was het eigenlijk in die tijd niet mogelijk op 2 meter om dat onder de 1,5 kilowatt te doen. En je kon daar dan ook speciale vergunning voor aanvragen om meer zendvermogen te mogen maken, zodat je aan moonbounds kon doen. Dat vond ik op zich al interessant. Het bleek dat de fabrikant van eindbuizen, hoe verstandig van die mensen, dat die een heel pakket aan allerlei, allemaal losse artikelen, verhalen, beschrijvingen, scripties. Nou, het was een samenraapsel. Het was ook niet ingebonden, maar die stuurde dat op verzoek gratis naar iedereen die dat wilde hebben, iedere centamateur. Dus ik heb bij IMAC dat aangevraagd en ik kreeg dus echt een heel pak van die papieren. En daar leerde ik ontzettend veel van. Dat was echt machtig interessant. Je leerde over de geschiedenis, over de techniek. En je had die buizen van IMAC. Nou, jij kon ook wel van een andere fabrikant nemen, maar je kon vrij snel bij IMAC terecht. Dus ze hadden daar ook wel een belang in, dat er zoveel mogelijk mensen over moonbounds leren. Maar je reflecteert dan je signaal naar de maan toe. En dat komt dan weer terug na een seconde. Dus je drukt de sleutel in en na een seconde hoor je je eigen morseschrift terug. En als je veel zendvermogen maakt, dan werkt dat ook voor spraak. En ik heb dus jaren later heb ik mijn eigen stem een keer via de maan teruggehoord. Ik ben een kool van de man vergeten, maar die zat in Brabant ergens. Oorschot volgens mij. In ieder geval, die had 4 16 elements tonna's staan. En inderdaad had die vergunning voor meer dan 1 kilowatt. En die belde een Amerikaan op en die zei, dan mag gaan testen. En dat was dus het zogenaamde perigeum weekend. Perigeum is het punt van de baan van de maan waarop die het dichtst bij de aarde staat. Dus dan is de afstand korter, dus heb je minder demping daardoor. Heel simpel. En het perigeum weekend is daarom gunstig en daarom worden veel QSO's dan afgesproken. In ieder geval, ik was bij hem op een zaterdagmiddag en hij sprak met die Amerikaan af. En hij liet mij dus ook in de microfoon praten en ik hoorde dus na 2 seconden mijn eigen stem terug. Dat is wel bijzonder als je weet dat dat tegen de maan reflecteert. Machtig interessant dus, moonbouncen. En dat, ik vind het leuk om over een aantal facetten van de hobby te vertellen. Omdat die hobby zo verschrikkelijk divers is. Hè. Er zijn heel veel mensen die roepen als ze het niet kennen. Maar dat is geen zendhobby. Dat is hier bij amateurs heel, heel snel. En een paar jaar later vinden ze het zelf ineens interessant. En dan is het ineens wel leuk. Maar het is wel grappig, want je hebt mensen die lokaal QSO, je hebt mensen die op de korte golf van de X doen, certificaat jagen. Nou, dan heb je al die verschillende modus nog. En iedereen die heeft wel een eigen band wat zijn favoriet is. En dat is allemaal machtig interessant. En er zijn een aantal dingen binnen die hobby waar je niet zoveel over hoort. En Moonbounce is er daar eentje van. Dat is toch wel behoorlijk specialistisch. En het is maar een heel selecte groep die ermee bezig is. Het was altijd vrij duur. Het is nu dus, doordat die modus van Joe Taylor er zijn, wat die modus doen, die hebben gewoon veel minder signaalsterkte nodig om nog een signaal te kunnen oppikken. Dus die kunnen een signaal heel diep uit de ruis vissen. En dat scheelt wel 20 tot 30 decibel. Dus dan kun je 20 tot 30 dB minder zendvermogen maken. Of wel een redelijk nog zendvermogen, maar niet super hoog. En dan hoef je wat minder goede antenne te hebben. Dus je kunt dan met wat bescheidene middelen ook moonbouncen. Maar goed, dat is iets van de laatste 10, 15 jaar. Daarvoor had je dus echt die grote installatie nog nodig. Het gebeurde ook met dingen als radiotelescopen. Dat ding van Westerbork, daar zou dat mee kunnen. Ik weet niet of ze dat daar wel eens geprobeerd hebben. Maar dan gaat het natuurlijk nog veel makkelijker. En in de VS was er op 29 megahertz destijds een ding dat was echt heel groot. Dus onder volledige bouwketen op een ronde rails gebouwd. En dan weerszijden 2 grote houders. En daar stond dan die enorme schotel stond erop. En natuurlijk voor een universiteit gemaakt, niet voor de zendamateurs, maar wel goed bruikbaar daarvoor. Ja, ik weet niet of het te horen is, maar mijn kat is het er niet mee eens. De laatste week is die zo lastig. Ja, het beest heeft allerlei chronische ziektes. En als ze vervelend is, dan denk ik kennelijk gaat het toch goed met haar. Hè? Want anders had ze me er wel nodig en dan zou ze niet zo vervelend doen. Dat is echt zo. Dus baas is vandaag, het is dat mijn behang goed vast zit. Maar anders had ik het er wel achter geplakt. Oké. Nou, tot zover voor vandaag. Eens kijken of het de komende dagen ook lukt. En of het me lukt om ze op tijd te publiceren. Want ik heb zo weinig tijd. Vanavond lukt het. Ik heb al een paar andere dingen ingesproken die misschien vanavond lukken. Ik heb vandaag natuurlijk ook de D-Star-ronde. Het is dinsdag. En dat was een knetterdruk weekend eigenlijk. En de hele vorige week ook. Ik had vorige week 1 dag dat het wat rustiger was. En vandaag is het rustig. En ik heb nog niet veel in het vooruitzicht. Maar ik heb ook wat klussen die hoog nodig moeten gebeuren aan mijn huis.
Dus ik denk dat ik toch maar eens een keer voorzichtig nee moet zeggen tegen werk. Dat doe ik bijna nooit. Maar ja, er zijn toch dingen die echt wel moeten gebeuren nu. Oké, hopelijk lukt het om morgen weer wat in te spreken. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de Joker van België.